Welkom bij de uitleg van de EDU4 onderwijsgroep over het optellen van breuken. Aan de hand van een breukenstrook laten we zien hoe groot de delen zijn. We hebben hier 1 tweede plus 1 tweede, oftewel een half plus een half. We zien aan de strook dat deze gelijk is aan 1. De helft plus de helft is gelijk aan 1. Als ik dezelfde strook in 4 delen deel, dan heb ik 1 vierde. 1 vierde plus 1 vierde is net zo groot als 1 tweede. 1 vierde plus 1 vierde is dus 1 tweede. We laten eerst zien wat de noemer en wat de teller is. Bij de noemer benoemen we het deel. Als we bovenaan kijken, dan heb ik de strook in tweeën gedeeld. De noemer is dus 2. De teller is hoeveel van deze delen tellen we. Kijk ik naar de onderste strook, dan heb ik die strook in vieren gedeeld. De noemer is dus een vierde. De teller, we tellen 2 delen. Dus 1 tweede, de helft, is hetzelfde als 2 vierde. We hebben 2 delen van een vierde. Ga ik nu 1 vierde plus 1 tweede optellen, dan kan ik dat niet zomaar bij elkaar optellen, want ze zien er niet gelijk uit. Kijk maar naar de gele delen van de breukenstrook. Als ik het deel van 1 vierde erachter leg, kan ik al ongeveer laten zien hoe groot het is. 1 vierde en 1 vierde is gelijk aan 2 vierde. 1 vierde plus 1 vierde is 1 tweede. Daar nog 1 vierde bij is dus 3 vierde. We maken de breuken daarom eerst gelijk. Die 1 vierde plus 1 vierde wordt 2 vierde. Dus 1 vierde plus 1 tweede is 1 vierde plus 2 vierde is 3 vierde. We gaan het ietsjes moeilijker maken. 1 vierde plus 1 derde. Deze breuken zijn niet zo makkelijk gelijk te maken. We maken een breukenstrook tussen deze twee breuken in om te laten zien dat als we de vakjes kleiner maken, we ze wel gelijk kunnen maken. De breukenstrook ertussenin is opgedeeld in 12 delen, allemaal 1 twaalfde. We zien dat 1 derde gelijk is aan 4 delen van 1 twaalfde. 1 derde is dus 4 twaalfde. We zien dat 1 vierde gelijk is aan 3 delen van 1 twaalfde. 1 vierde is dus 3 twaalfde. Ik maak dus de som 4 twaalfde plus 3 twaalfde. Als ik die bij elkaar optel, dan zie ik in het midden dat ik 4 plus 3 is 7 twaalfde heb. 4 twaalfde plus 3 twaalfde is dus 7 twaalfde. Als ik 2 derde plus 3 vierde optel, dan zien we eigenlijk aan de delen al dat ik op meer dan 1 uitkom. 1 derde en 1 derde is 2 derde. 1 vierde, 1 vierde en 1 vierde is 3 vierde. Voor het gemak maken we er nu even 2 breuken tussenin van 12 delen. 1 derde was 4 twaalfde. Dus 2 van die delen van 1 derde is 8 twaalfde. 1 vierde was 3 twaalfde. 3 van deze delen is dus 9 twaalfde. Acht twaalfde plus 9 twaalfde is 17 twaalfde.
Als ik deze nu in mag vullen, dan zie ik dat ik hoger uitkom dan 1. Ik heb met 1 12 vakjes gevuld en ik hou er nog 5 over. Dus 8 twaalfde plus 9 twaalfde is 1 5 twaalfde. Als we deze som uit gaan schrijven, dan zien we dat 3 vierde plus 2 derde is 9 twaalfde plus 8 twaalfde is 17 twaalfde. 17 twaalfde is 12 twaalfde plus 5 twaalfde. 12 twaalfde is gelijk aan 1, dus 1 5 twaalfde. Wat hebben we nu gedaan? We hebben de noemers gelijk gemaakt, de tellers bij elkaar opgeteld en daarna hebben we vereenvoudigd.